SJC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Abswoude Autopromenade en HP van Nieuwkerk en Zonen. Voorafgaand aan de wedstrijd SJC tegen RKVV Velsen hebben we hier pupil van de week, Sam van der Weijden. Hij is 10 jaar oud, speelt in de JO11-2. Zijn hele familie speelt eigenlijk bij SJC of zit bij SJC. Zijn opa al 50 jaar zelfs. En Sam voorspelt een 3-1 overwinning voor SJC vandaag. Wat best wel knap zou zijn, want SJC staat redelijk onderaan. Velsen staat in de middenmoot, dus op papier zou je zeggen dat Velsen zou winnen. Maar SJC wil natuurlijk alles aan doen om dat beeld anders te krijgen. En neemt ook gelijk het voortouw in de wedstrijd. Met hier Jordi Groot, legt hem terug. En dit is toch een grote kans hoor, zo aan het begin. Wesley Haasnoot schiet hem over in plaats van erin. Lange bal naar Tervoort. Die voorzet, het overstapje slim en daar zit hij er niet in. En de tweede keer ook niet. Mooie redding daar van Hogevorst. Hogevorst die er natuurlijk in staat sinds de wedstrijd tegen TOGB 2 weken geleden. Waar hij zijn officiële debuut maakte. En hij houdt hier zijn ploeg op de been. Appelleert voor Hens en het schot gaat erin. Op een of andere manier verdwijnt die bal achter Hogevorst. En is het 1-0 voor Velsen. Het is Dol die hem schiet en dan gaat hij via de paal, via de rug van Hogevorst. Heel ongelukkig. Weer de lange bal en geen buitenspel. Wordt het hier dan 2-0? Nee! Goede redding hoor van Hogevorst met de voet. Daar ging toch wel iets mis achterin bij SJC. Groenewoud. Nou, de Voort die schuift wel heel vaak door en heel vaak succesvol ook. En zo ook hier, het wordt zelfs een goal. Het is 2-0 voor Velsen. Doelpuntenmaker heet Stuur. Maar weer die de Voort die goed doorloopt. En prima afgemaakt ook. Vrije trap van Ruigerok en daar is Van Tricht en dan is het 2-1. Maar de vlag gaat omhoog. En dus wordt de goal afgekeurd. Daar dacht SJC dicht bij de 2-1 te zijn. Corner kan niet gevaarlijk worden. En dan wat wel gevaarlijk kan worden is de counter hier. Als Velsen het doorzet. Met hier Stuur. Geeft hem goed mee aan Groenewoud. Groenewoud in de kluts. Komt hij dan toch achter het net. Ik weet niet hoe, maar het is Dol die 3-0 maakt. We gaan er nog kunnen kijken. Groenewoud met de voorzet en dan wordt het van onbedoelde assist gegeven daar. En dan zit hij erin. SJC kijkt snel tegen een 3-0 achterstand aan. Vrije trap van Jordi Groot in de muur. Oh, die valt er net tussen. Dan twijfelt Ruigrok en dat moet je eigenlijk ook niet doen. Want dan is Velsen hier weg met 4-2. Dol aan de bal. Heeft alle tijd. Kunnen ze dit goed uitspelen? Dat kunnen ze zeker. Wat heet wat een coulance zegt. Het is 4-0. Rashad Mahdi. Hij heeft alle kanten om naar Hogevorst om te omspelen. Mooie goal hoor. 4-0. Weer een corner. Vorige keer was dat een counter. Maar nu zit hij er een keer in. Niet elke corner hoeft dus een counter te betekenen. Want ze kunnen ook soms goed vallen. Martijn van Tricht die hier de 4-1 binnenkomt. Met nog een half uur te gaan. En SJC gaat stomen. Met hier Tom Duinam hard voor. Gaat eigenlijk langs alles en iedereen. Jordi Groot legt hem terug. Dan is het hier Stan Ruigerok. En die scoort. Net in het veld. Een minuutje of 5. Maar het is 4-2. Goed teruggelegd van Jordi Groot. En dan in 2 keer zit hij er toch in. Lange bal weer. Het blijkt te werken voor SJC. Hier is Tom Duinam, inmiddels zitten we al in de 90ste minuut. Tom Duinam, mooie actie. De voorzet is ook mooi en dan is het in totaal gewoon een hele mooie goal. Het is Timo Verweij die de 4-3 binnenkomt en dan zijn er nog een paar minuten te gaan. Die paar minuten waren heel spannend, maar SJC maakt hem niet. Het blijft 4-3.